In Berkel en Rode Reis wordt op de landscheiding de tijdelijke wegversmalling met verkeerslichten weggehaald. Om dit te kunnen doen is van donderdag 24 maart 8 uur 's avonds tot vrijdag 25 maart 6 uur 's ochtends de landscheiding in beide richtingen dicht voor het autoverkeer. Tussen de GK van Hogendorpweg en de spoorhaven. Je rijdt om via de N471 en de Ouderlandse Laan en Industrieweg in Berkel en Rode Reis. Fietsers kunnen gewoon langs de werkzaamheden rijden. Na de nachtafsluiting is de weg weer helemaal vrij. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/landscheiding.